Een zogenaamde motiemarkt vond donderdagavond plaats in Beuningen. Hier konden inwoners hun ideeën direct met de raadsleden delen. De motiemarkt moet een creatieve manier zijn om burgers dichter bij de gemeentelijke besluitvorming te betrekken. De aanwezige inwoners van de gemeente Beuningen hadden een aantal plannen voor de raadsleden om te beoordelen. Waaronder meer hondenspeeltuinen en uitlaatplaatsen, gepresenteerd samen met een mascotte. Een roze dag voor Beuningen en een plan om een beweegplek in de uiterwaarden aan te leggen. Na overleg met de raadsleden in ronde staattafelgesprekken werden de stemmen verdeeld. Een motie voor een uitnodigende beweegplek en een roze dag Beuningen worden ingediend in de raadsvergadering op 6 november.